Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe video van FIFA 18. Wat als puntje niks had verkocht. En ik moet eerlijk zeggen, dit is niet het team wat eerste stond qua likes bij de vorige video van Manchester City. Want daar stond Arsenal eigenlijk bovenaan. Maar Arsenal hebben we al een keer gedaan en ik ga geen dubbele video's maken. Want het schiet niet echt op, laten we eerlijk zijn. En de tweede reactie die bovenaan stond met likes noemde twee teams. AS Monaco en FC Porto. Dus ik heb maar gewoon het team gepakt wat als eerste werd benoemd in die reactie. Dat is AS Monaco. En ik heb daar best een lekker team voor staan. Ik ga het jullie laten zien hier. Ik heb de formatie dit keer gewoon veranderd om er naar mijn mening zo het beste van te maken. En ik ga jullie de spelers laten zien die we hier hebben staan. Mbappé is natuurlijk terug. Bernardo Silva hebben we onder andere staan. Ik ga niet alle namen noemen. Voor de duidelijkheid, want dat, ja, jullie zien het zelf ook. Maar dat zijn waarschijnlijk de eerste twee opvallende terugkomers die jullie hier zien. Voor de rest in de basis, qua formatie, niet veel veranderd qua namen. Maar we zijn wel heel breed geworden in de selectie. Martial is natuurlijk terug. Tielemans, die zat er al trouwens, dus wat doe ik lomp. Kondogbia. Wij hebben ook in de reserve. Ik vond het moeilijk om de wissels te beslissen, want we hebben echt een hele brede selectie nu. Touré is erbij. Adebayor, Contrao, Mangani. Ik vergeet iemand, de Evra, Stekelenburg. Ja, Stekelenburg heeft niet echt meer waarde of zo met zijn 73 algemeen. Maar goed, ik wou hem wel neerzetten. Maar in ieder geval, ik heb degene met de hoogste algemeen heb ik erin geplaatst. Ik zat te twijfelen of ik misschien Tielemans zou starten over Moutinho. Maar ja, 82 kies ik toch wel even boven 79, dus dat heb ik maar gedaan. Dus dit is de selectie geworden. Misschien ben ik wat spelers vergeten. Misschien heb ik wat namen over het hoofd gezien toen ik ermee bezig was met spelers terughalen. Dan is dat mijn fout. Een aantal spelers hadden gewoon geen meerwaarde qua algemeen. En sommige waren ook gewoon niet te vinden omdat ze naar competities zijn verhuisd. Die er niet in staan. Dus daar moeten we allemaal rekening mee houden. Dit is het in ieder geval geworden en ik ben benieuwd hoe ver ze gaan komen. Wij gaan even de berichten checken wat de doelstellingen zijn. Dit is niet belangrijk. Dit ook niet. Dit is eigenlijk waar het om gaat. De doelstellingen. En we gaan alles even één voor één af. Jeugd maakt even niet uit. Naamsbekendheid ook niet. Internationaal succes is de Champions League. Daar zijn we in geplaatst. We hebben groepsfases. We hebben alles. We zitten daarin. En het doel is dus haal de halve finale. Hopelijk is dat te doen met deze selectie. Want ik twijfel een beetje. Het succes thuis. Win de competitie. Het wordt strijden tegen PSG, maar we moeten wel goed kunnen strijden met deze selectie, vind ik. Ik denk dat we wel een kans maken. Win de beker. Ja, wordt ook vooral strijden met PSG, maar ik denk dat we een kans maken. Dat is wat ik denk. Als jullie zin hebben in deze video, laat dan alvast een like achter. Ik zou het zeer waarderen. Deel het met iedereen, dat kan mij enorm helpen. En ik ga de eerste simulatie doen naar de helft van de competitie, zeg maar. En dan gaan we kijken hoe dit team ervoor staat. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen namelijk. Ik ben echt benieuwd. Wij simuleren gewoon naar de eerste van de maand, de 1e januari. Let's go. Oké, daar zijn we dan. We zijn op de helft. We gaan zo kijken waar we staan in de competitie en Europees. Maar we gaan eerst wat laatste resultaten checken. Ik scrolde al over eentje heen. En het is een gelijk spelletje. Oké, dit wordt weer een bout wat als puntje niks had verkocht waarschijnlijk als we hier al gelijk spel tegen spelen en we speelden ook nog eens thuis. We gaan verder kijken, winst, oké, misschien wat dan mee, winst, gelijk, winst, oké, not bad, was een vooroordeeltje van mij, dat was niet heel slecht, dat kon erger, winst, daar is PSG, dit is een belangrijke, gelijk, dus daar gaan gelijk op, dat is onze concurrent in de competitie, Manchester City is verloren, 4-1, Oeh, dat is een zware. We gaan eens even kijken. Er staat er natuurlijk weer een bekerfinale of finale, bekerwedstrijd. En dan krijg je natuurlijk zo'n tussenstand. En dan hebben we even geen interesse in. Die beker is het enige wat me een beetje gestolen kan worden. Zoals altijd. En waar de fuck staan we? We staan derde. My bad. Ik zag het even over het hoofd. Derde met de 6 punten achterstand op de nummer 1. 4 punten achterstand op de nummer 2. Verrassend is Marseille, Olympique Marseille, eerste. Franse namen, jongen, ik struikel iedere keer overheen.
PSG staat tweede en wij staan dus derde. Dan gaan we nu even de Champions League zoeken. En daar liggen we nog niet uit. We hebben Napoli als volgende tegenstander. Nou, gaan we ook nog even de topscorers checken van alles. Hier in de beker is Love met 2 doelpunten. Is de man van, voor ons in ieder geval. Ik wou zeggen is de man, maar 2 doelpunten. Ja, om dan de man te noemen. Meh. Gaan we eens even kijken naar assists of we ertussen staan. Op de 14e plek. Nou, dat is ook niet echt bijzonder. En hier staan we op de 2e plek met 0 tegendoelpunten. Maar dat is maar 1 wedstrijd geweest. Dus om nou te zeggen dat dat zo bijzonder is, nee. Gaan we even naar de Champions League. Topscorers staan we erbij. Nee, volgens mij niet. Nee, nou dat is jammer. Assist dan. En daar zie ik ons ook niet tussen. Sta daar. Op de 20e plek Mbappé. 2 assists. En dan de 0 tegendoelpunten. Ik denk niet dat we hier tussen gaan staan. Ja, toch wel. 1 wedstrijd. 0 tegendoelpunten behouden. Goed, en dan gaan we nou nog even gewoon... Ja, dit is de competitie. Hoi. Goed, hebben we hier... gele kaarten boeit niet. Ik ben er helemaal overheen aan het struikelen. Topscore, dus die moesten we hebben. Op de 3e plek Lamar met 11 doelpunten. Not bad, Lamar. Not bad. En Mbappé daar op de 12e plek met 7 doelpunten. Dat is toch alweer samen 18. Dus het scoren gaat wel oké. Love en Contrao. Oké, dat is verrassend. Een verdediger. Beide 5. En dat is dus genoeg doelpunten voor ons. Dat gaat wel netjes. Assist staan we op een gedeelde 2e plek. Op zich met Bernardo Silva. Even kijken of we er nog vaker in staan. Ja, op de 16e plek. Op de 19e plek. Maar dat is niet heel geweldig bijzonder. 23e plek ook nog eens. En de 0 tegendoelpunten. Hoe doet onze doelman het hier? 3 keer de 0 behouden. Kan beter, kan beter. Goed. Resultaten zijn niet super slecht. Maar het moet wel beter op zich eigenlijk. Laten we daar eerlijk in zijn. Dit is allemaal niet zo belangrijk, al die berichten. En wij gaan nou dus de tweede helft van de competitie simuleren. Hopelijk kunnen ze het nog beter doen. Hopelijk pakken we gewoon die eerste plek. Hopelijk halen we gewoon nog finale Champions League. Finale van de beker. Het zou allemaal mooi zijn als we dat kunnen doen. De beker moeten wij zelfs winnen, geloof ik. Dus dat zou het mooiste zijn. En dan gaan we naar het einde van het seizoen simuleren. En dat is... voor nu is dat hier. Maar als we verder komen in de beker kunnen de wedstrijden bijkomen. Dus dat gaan we dan meemaken. Oké, er zijn hier geen wedstrijden bijgekomen. We zijn aan het eind van het seizoen trouwens. Dat is denk ik het teken dat we het niet al te best hebben gedaan. Europees en in de beker. We gaan even de resultaten checken. Hopelijk hebben ze dan de competitie wel gewoon even gebeast, om het even zo te noemen. En hebben ze daar gewoon flink gewonnen en gewoon gedomineerd en kampioen geworden. Maar daar gaan we allemaal achter komen zo meteen. Eerst gaan we resultaten checken zoals ik net al zei. Hier hebben we een 2-1 winst. Hier hebben we 2-0 winst. Verloren 2-1. Gelijk. Ben ik niet blij mee. Hier is Marseille. In de halve finale hebben we verloren. Bruh, dat is balen. Hier is een wedstrijd van de competitie die hebben we gewonnen. Dit is dezelfde. Oh, meerdere bekers zijn er geweest. Die hebben we gewonnen. 1-0. En dat was een finale. Kijk, die beker hebben we dan wel binnen. Even kijken. Dan hebben we hier gelijk tegen PSG weer. Daar ook een gelijkspelletje. En deze competitiewedstrijd check ik nog als laatste. Dat is ook een gelijkspelletje. Dan wil ik nou alleen nog het Europese resultaat zien. Napoli was gelijk in de laatste 16. En dan ga ik ervan uit dat... hier hebben we 3-0 verloren. Dus daar ligt het aan. Daar is het fout gegaan in de Champions League. Dat is balen. Super balen Champions League. Zijn we dus niet ver gekomen. De beoordeling... Mijn managersbeoordeling is ook een lage 61. We zijn geen kampioen geworden, zie ik al. We zijn derde geworden. Met een 14 punt verschil. PSG heeft een eindsprint getrokken. Dat is niet normaal. Jeetje. Marseille op de 2e plek 10 punten erachter. Wij 4 punten achter op de nummer 2. En de 4e plek. Lyon staat 4 punten achter op ons. Damn. Ik vind het onder de maat gepresteerd van dit Monaco. Mbappé, die terug is, wint wel even de gouden schoen. Dat is wel leuk. Dat is wel geinig om te zien. Die zou dan, topscorer, 18 doelpunten.
lekker bezig. En Mbappé. Maar ja, ik vind dat we ondermaats hebben gepresteerd. Laat jullie daar mening ook eens over. Wat vinden jullie van het Monaco in wat als puntje puntje niks had verkocht? Ik vind het niet best. Ik vind het niet best. En Mbappé is ook nog eens de topassister. Wat een vent. Goeie man, goeie man. En hoe heeft onze doelman het gedaan? Die staat op de 9e plek hier. Super zuur, super zuur. Nou, gaan we eens even kijken. Oh, dit laat hij een beetje apart zien. Maar goed. Dit is... Boeit me even niet. Dit zijn die bekerwedstrijden. Champions League. Wie is de topscorer? Niemand van ons staat er ook maar in de buurt. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Heel jammer. Ja, dat moeten we gauw vergeten, denk ik. Dat moeten we heel gauw vergeten. Nou, dit was wat als puntje puntje niks had verkocht met AS Monaco. Vond je dit een leuke video? Laat dan een like achter en deel het. Laat ook achter, zoals ik net al vroeg, wat jullie van dit Monaco vonden. En laat natuurlijk een volgend team achter in de reacties. En het team met de meeste likes gaat natuurlijk gewoon weer de video krijgen zoals altijd. Tenzij het al een video heeft gekregen, dan pak ik de nummer 2 zoals ik dit keer heb gedaan. Dus ja, laat de teams achter, staat je team ertussen, like die reactie omhoog en dan gaan we zien wat de volgende video gaat worden. Ik zeg bedankt voor het kijken, tot de volgende keer, laters.